kindertjes, die vielen op hun kindertjes. Het regent, het bij de goede nacht. Deden mensen vroeger andere dingen tijdens de regenachtige zomers? Ja, er werden meer spelletjes gespeeld. Het is nou meestal verdwijnen ze naar binnen en dan zitten ze achter de computer. Het is tegenwoordig al haast onmogelijk om een camping te bezoeken zonder dat je je laptop onder je arm hebt. Zomer 1965. Alle eendjes zwemmen in het water. Alle kampeerders helaas ook. Op de kampeerterreinen werden de vakantiedagen weer werkdagen. Zoals je misschien wel ziet, rij ik zelf motor. En dan is het ook wel van belang of het regent of niet. Want als het regent, dan ga je niet zo graag naar buiten op de motor. Ik denk dat we er tegenwoordig wat minder snel in terechtkomen dan vroeger. Want ja, vroeger had je geen buienradar natuurlijk. Slechts weinigen kunnen terugzien op een geslaagde vakantie in eigen land. Tot die gelukkigen behoort zeker de man die samen met zijn vrouw midden in de natte mousson een huisje huurde. En een hoogtezon. En al regende het dan ook dag in dag uit pijpenstelen, mevrouw werd toch mooi bruin. Ik hou niet van regen, nee, want dan zit je haar zo beroerd. Je moet je er gewoon niks van aantrekken. Je moet door weer en wind gaan op de fiets of met de openbaar vervoer. Als je nou 's ochtends wakker wordt van het tik op regen op je camping, wat denk je dan? Maar dat gaat weer een dag.